blijf met je handen van vrouwen af. Dat is de reactie die deze zaak ongetwijfeld en terecht zal oproepen. Slachtoffer is een 26-jarige vrouw. Locatie: metrostation Blijdorp. We hebben hier te maken met een heel brutale aanranding die plaatsvond op dinsdag 28 januari van dit jaar. Rond 3:30 's middags loopt een 26-jarige mevrouw uit Rotterdam het metrostation Blijdorp uit, het metrostation hier achter mij. Ze stapt de roltrap op om naar buiten te gaan en ze merkt al snel dat er een man achter haar staat. Nou, die staat niet alleen achter haar, hij betast haar ook. Nou, daar is het slachtoffer natuurlijk niet van gediend, dat laat ze ook duidelijk aan hem merken. Nou, hij gooit er nog een paar misplaatste opmerkingen achteraan. Ja, zij gaat er natuurlijk vandoor en spreekt de eerste de beste RET-medewerker aan. Dit zijn beelden van hem. We tonen hem in eerste instantie onherkenbaar, zodat hij de kans krijgt om zich te melden. Het gaat om een blanke man. Hij heeft donkerzwart gemillimeterd haar, draagt een donkere jas met capuchon en hij rookt. De aanranding is op dinsdag 28 januari rond 3:30 's middags. Nou, we hopen natuurlijk dat er onder de kijkers van bureau Rijnmond nu al iemand is die deze man herkent. Die weet wie het is. Die andere informatie die ons helpt in het onderzoek. Dus we hopen dat zij ons bellen en dan kunnen wij met het onderzoek verder en hopelijk hem aanhouden. Tips zijn welkom, dus bel 0860 70. Meld Misdaad Anoniem kan ook 0800 7000.